Ik sta nu even mijn jeugdherinnering op te doen, hè? Hier. Oei. Een jeugdherinnering op te doen hier. Hier stond ik vroeger bij een mestcontainer. En dat is best wel lachen, dus ik zal veel lachreacties krijgen. Of misschien ook wel haatreacties, dat weet ik niet. Maar dit was de plek waar ik vroeger als kind wel eens kwam, hè. En hier stond een mestcontainer, die stond hier. Ik zal straks wel even wat van de omgeving filmen. Een mestcontainer, die stond hier. En ja, er stond ook een vrachtwagen bij. Ik weet dat het van die jongens van Ruurlo waren of zo, geloof ik. Met een Fiat Trekker. Zo'n hele mooie Fiat Trekker. En ja. De afsluiter van de mestcontainer die zat dicht. Waardoor de slang van de container afvloog. En wie stond ernaast? Marco, ik er dus. Dus en dat was deze plek hier. Ik zal straks nog wel even wat van de omgeving gaan filmen, hè, waar het ongeveer was. Dan weten jullie daar ook wel meer van, hè? Mooi. Ik heb de zon in mijn bakkes. Dus ik ben mooi ja, vitamine D aan het insnuiven of zo. Dus dat gaat wel goed komen. Hey, bedankt voor het kijken, hè. En abonneren. En zelf niet bij die mestcontainer gaan staan, hè. Even afstand bewaren, hè. Anders ga je er ook onder komen, hè. Als, mooi. Nou, we gaan het proberen. We gaan het meemaken. Zo. Dan gaan we nu voor de test. Zo zit dat dus vast. Ja. In mijn testopstelling. Zo. Nou, voor mij werkt het wel. Natuurlijk druk met mensen. Ja.